vergeving schenken is de sleutel tot vrede. Vandaag lezen we opnieuw een uitspraak van Jezus, waarin hij ons oproept om degenen die ons pijn hebben gedaan te vergeven. In Lucas 6, vers 37 zegt hij: oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. En dan vergeef, dan zal je vergeven worden. Misschien heb je het ook wel eens gedacht of gehoord. Komt degene die mij pijn gedaan heeft er niet te gemakkelijk van af als ik hem vergeef? Wel, vergeven betekent niet dat je het gedrag accepteert van degene die jou pijn heeft gedaan. Of dat je de daden van de ander goed praat. Of de ander ermee weg laat komen. Nee, vergeven verandert de aard van de overtreding niet van slecht naar goed. Het veronderstelt evenmin dat de overtreding nooit heeft plaatsgevonden of dat de ander vrijuit kan gaan. Desmond Tutu was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Kaapstad. Hij was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika en naar streefde om de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven. In 1984 won hij de Nobelprijs voor de Vrede. Hij zei: vergeving schenken betekent niet dat ik met de daad die mij deed lijden instem, of dat ik die op wat voor manier dan ook verontschuldig of vergoelijk. Het betekent simpelweg het aanvaarden van de realiteit van wat er is gebeurd en het loslaten van het incident dat niet te veranderen is. Het Griekse woord voor vergeven in Lucas 6, vers 37, dat we vandaag hebben gelezen, betekent letterlijk loslaten. Andere vertalingen zeggen: laat los en u zult losgelaten worden. Vergeven is dus de keuze om los te laten. Als je vasthoudt aan je bitterheid, kun je nauwelijks of niet genieten van Gods barmhartigheid en genade. Waar bitterheid over wat jou is aangedaan je verbindt aan de dader, zal vergeving schenken je losmaken van het onrecht en de dader. Zoals je vrede van God ontving toen je hem om vergeving vroeg, zo zal je ook Gods vrede ervaren als jij degene die jou iets schuldig is, vergeving schenkt.